Goedenavond, dames en heren. Ik wil me graag voorstellen. Ik ben Teppie Verzambe. Ik ben leerkracht op de Leilinde te Reuzel. En ik ben werkzaam in de groep 7-8. En ik wil het met u hebben over de nieuwe manier van ouder-kind gesprekken voeren die wij begin van dit jaar hebben geïntroduceerd op de Leilinde. Het doel van ouder-kind gesprekken is de kinderen beter te leren betrekken bij het ontwikkelingsproces van zichzelf. Ja? Aan het begin van het jaar wordt na 2 weken een gesprek gevoerd waarin het kind centraal staat, waarin het kind vertelt, waarin het kind doelen stelt voor zichzelf en de leerkracht voornamelijk luistert en de ouder aanvult. Frank, ik zie dat het bijna 6:15 is. De school is eigenlijk al uit en toch kom je naar school toe, want daar is de deur van school. Wat kom je doen? Wij komen op een gesprek. En wat voor gesprek? Kun je iets vertellen van het gesprek? Nou, eigenlijk wil de leerkrachten bedoel ik, wil eigenlijk meer weten ook wel over ons. En als we bijvoorbeeld extra dingen willen, als je het moeilijk vindt of juist makkelijk, dat je dan ook kunt overleggen. En al. Ouders, wat vinden jullie van dit initiatief? Nou, op zich wel een mooi initiatief, denk ik. Ja, dan zijn ze er iets beter bij betrokken. Ik vind het op zich wel een goed iets. Heeft u iets in de voorbereidingen nog gedaan met Frank? Vooral ook proberen na te gaan van wat ze later willen gaan doen in de toekomst. Ze zijn nog heel jong, dus nog een lange weg te gaan. Maar toch de voorbereiding al snel genoeg erbij stilstaan wat de toekomst kan brengen. Ik zie jou hier op school. Wat is er aan de hand? Nou, ik ga met mijn ouders een gesprek met de meester doen. En kun je iets vertellen? Wat voor gesprek is dat dan? Nou, dan gaan ze vragen hoe het is in je nieuwe klas en wat we allemaal gaan doen. En wat je vervelend vindt en niet. Ja. Oh, dus er wordt echt naar jou geluisterd om te vragen wat je graag zou willen leren. Nou, ik vind het een heel goed initiatief. In ieder geval van beide partijen hoor je hoe het zit. En het kind is er ook bij betrokken. Dus. Wat vind jij belangrijk om dadelijk iets te zeggen? Dat er niet in de klas moet worden geschreeuwd. Goedenavond. We zijn hier in gesprek met de leerlingen en ouders. Ja. De leerkracht bereidt het gesprek voor door met de leerlingen een voorbereidend klassikaal gesprek te voeren, zodat de leerlingen alvast gaan nadenken over hun eigen gesprek wat ze in die avond of in die week gaan voeren. Verder is de leerkracht in gesprek geweest met de vorige leerkracht, zodat er een duidelijk en breed beeld ontstaat van de leerling. Alle gegevens van de leerling heeft de leerkracht doorgenomen, zodat aan de start van het schooljaar een heel duidelijk en breed beeld van de leerling ontstaat. Tijdens de gesprekken hebben we het over het welbevinden van het kind. Hoe zit hij in zijn vel? Welke vriendjes heeft hij? De thuissituatie van het kind. Hoe gaat het thuis? Welke sporten doet hij? Overige interesses. En we hebben het er ook over van wat wil je dit jaar leren? Wat lijkt je nou ontzettend leuk om te leren? Zodat de leerkracht daar tijdens het jaar op kan insteken als dat aan bod komt. Zo probeert de leerkracht nog beter af te stemmen op wat het kind nodig heeft. Hoe is het verlopen, het gesprek? Goed. En kun je iets vertellen wat voor jou heel goed gegaan is? Heb je alle dingen kunnen vertellen die je voorbereid had? Ja, ik heb alle dingen kunnen vertellen. De meester had heel veel tijd gegeven en al. Ik vond het heel positief. Vooral dat de kinderen er heel erg bij worden betrokken over hoe ze gaan leren, wat ze denken. Dat er ook gewerkt gaat worden met wat de kinderen vinden. En om te motiveren om te leren. Beste ouder, heeft u ook iets kunnen vragen en heeft u voldoende informatie gekregen? Jazeker. Het is fijn om de dochter in ieder geval aan het woord te hebben. Dan weet je ook wat haar beweegredenen zijn. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Dankjewel. Door deze gesprekken is er direct een vertrouwensband tussen leerling, ouders en leerkracht. De leerkracht kan hierdoor beter afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben. De tevredenheid is bij iedereen enorm groot. De leerlingen mogen meedenken en meepraten over hun eigen leerproces. De ouders hebben positief gescoord via een enquête die de school heeft uitgeschreven. En de leerkracht heeft direct een vertrouwensband en de lijntjes zijn hierdoor korter tussen ouders, leerlingen en leerkracht. De gesprekken passen goed bij de cyclus van handelingsgericht werken. Dat betekent informeren, waarnemen, in gesprek gaan met, dat leren begrijpen en uitzetten naar plannen
En die plannen gaan uitvoeren en uiteindelijk evalueren. Evalueren doen we met de kinderen en de ouders. En door deze cyclus kunnen we nu 4 keer per jaar een moment kiezen om het proces van het kind te evalueren. Niet zoals in het verleden, alleen bij de rapporten en op punten, maar meer op de ontwikkeling van het kind gericht. Basisschool De Leilinde probeert door deze nieuwe gesprekscyclus beter in gesprek te komen met ouders en leerlingen. Hierdoor hoopt De Leilinde de leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomstige schoolcarrière.